Bij de selectie van een recruitment systeem komt veel kijken. Denk maar aan het proces, de eisen en de wensen die je hebt, de implementatie uiteindelijk voorbereiden die daarop komt. De look and feels, zowel voor de recruiter, voor de gebruiker, als wel voor de, voor de kandidaat. In deze aflevering van Recruitment Tech Insights gaan Pet en ik daar verder over praten. De selectie van een recruitment systeem? Ja. Makkelijk, moeilijk. Um, hoe eet je een olifant begin klein, zeg ik? Nou, dat lijkt me een mooi, mooi uitgangspunt. Jij helpt ook organisaties met het selecteren van een systeem. Ja. Um, welk systeem past bij je, wie ben je? Uh, hoeveel budget wil je eraan uitgeven? Um, in de kern, heel veel systemen kunnen hetzelfde. Ja, je hebt de vacature, je hebt de kandidaat en die wil je aannemen. Dus in de kern, heel high level, is dat proces hetzelfde. In de details, um, dat maakt het verschil. Ja, Een vraag die ik nog wel eens krijg is: hoe, hoe lang duurt het nou? Is, is er iets over te zeggen? Een uh, keuze. Gemiddelde selectieproces? Um, volgens mij in een aantal weken moet je het kunnen doen. Neem een aantal weken om goed naar jezelf te kijken, naar je eigen requirements. Wie ben ik als organisatie? Wat is mijn wervingsbloodline? Ja? Dat is echt de kern van mijn behoeften. Moet ik um, ja, 100 salesmensen werven uh, volgend jaar? Ja, dus ik ik zeg altijd, kijk naar je werkingsbehoefte van een jaar. Um, neem daar de 80% uit. Um, dat is de kern van je uh, proces. Kijk even naar de uitzonderingen. Uh, maak dan een keuze. Laat ik die uitzonderingen uh, leidend zijn in mijn requirements? Of zeg ik, nee, voor de uitzonderingen, uh, die laat ik vallen. Um, en durf daar een keuze in te maken. Zo'n dus voortraject kan in een aantal weken. Ja, kijk naar jezelf, wie ben ik? Nodig dan uh, drie, vier, vijf leveranciers uit die um, ja, je goed, goed brieft. Dit ben ik, dit zoek ik. Uh, vraag aan een leverancier: uh, kun je dit allemaal? De goede leveranciers die zullen zeggen: Nee, ik kan het niet allemaal. En dus op het moment dat iemand, uh, als ik iemand bel, zegt: ja, Kun je het allemaal? En die zegt: Ja, dan geloof ik hem al niet. Uh, dus dat is mijn eerste waarschuwing altijd. Uh, systemen zijn ergens heel goed in. Uh, en in sommige dingen moeten ze ook. Ja, concessies maken. Um, nodig ze uit voor een demo uh, en op basis daarvan ga samen in gesprek in de detaillering. Dus het kan, het kan. in een paar weken. Ik heb ik bij heb heel veel grotere organisaties gezien, soms internationaal of ja. overheidsorganisaties. Semi-overheid, dan, dan praat je over maanden, half jaar toch? Dat klopt. En die, uh, maar die durven ook geen keuzes te maken. Nee, Dus het zit tussen een aantal weken. Tot, tot Volgens mij in drie maanden moet je inderdaad van... Ja, ik wil het, ja. tot... Uh, ik, ga, ik heb de leverancier gekozen, we beginnen. Ik heb een offerte waar ik grosso modo uh, mee eens ben. Ja. Uh, als je heel veel langer dan dat uh, uh, er neemt, dan uh, weet je zelf ook niet wat je zoekt. Nee. Uh, we gaan er zo meteen dieper op in. Maar Ik heb wel eens vernomen inderdaad, dat, dat, uh, 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 dat je eigenlijk pas als je voor de tweede keer uh, een, een recruitment systeem gaat selecteren. Dat je eigenlijk... Uh, pas echt weet wat je nodig hebt, hoe zo'n proces loopt, uh, wie er allemaal bij komt kijken en dergelijke. Dus dat je eigenlijk een eerste keer, ja, ik weet niet zeggen moet falen, maar wel. Nou ja, ik vind het een mooi uitgangspunt. Veel uh, quick, veel often. Uh, als je dat, uh, ja, gegeven dat je wel eens een verkeerde keuze maakt, kies dan een aantal leveranciers waarvan je denkt. Ja, daar kan ik vijf jaar mee uh, vooruit. Maar durf inderdaad ook te zeggen, ja, na een jaar, het werkt niet meer voor me. Ik vind het een mooi uitgangspunt. Nou, laten we eens gaan kijken inderdaad. Uh, 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 en weer het recruitmentproces. We, bij, de, bij de allereerste aflevering waarin we gingen kijken naar recruitmentsystemen algemeen, hadden we het er ook al even over. Uh, daar valt ook heel veel over te, 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 te bespreken als het gaat om het recruitmentproces. Maar hoe, hoe weet je bijvoorbeeld nu als organisatie, of nou wervers, een selectiebureau bent, uitzendbureau of, of werkgever, uh, waar moet je dan naar kijken hoe jouw proces? Begin van, vanuit jezelf enerzijds, ja. aanmaken vacatures. Uh, ja, er, er ontstaat een vacature, ga ik dan per definitie sourcen of ga ik uh, publiceren? Uh, zit daar een goedkeuring in? Schrijf het uit in vijf, uh, zes uh, stappen. Uh, als het twintig stappen zijn, dan moet je inderdaad om te beginnen misschien eens nadenken, hè. het zouden minder stappen moeten kunnen uh, zijn. Uh, sommige mensen die hebben acht sollicitatiegesprekken. Uh, nou, ik vind dat niet meer van deze tijd. Uh, ja, dus kijk of je inderdaad, als je het proces uitschrijft in een stuk of vijf, zes stappen, um, nou, heb ik het dan, grosso modo. Haal dat langs een aantal hiring managers, de mensen die uiteindelijk het, uh, moeten, iemand moeten aannemen. Um, bekijk het enerzijds vanuit jezelf als organisatie, maar bekijk het zeker ook vanuit de kandidaat. Um, hoe doe je dat dan? Van buiten naar binnen is uh, Google, ja, Google je eigen vacature. Is, ja. Ja, of bekijk het op een jobboard, indeed. Dan de landing op je eigen site. Is die prettig? Uh, en dan het sollicitatieformulier. Nou, dat is vaak wat een kandidaat ziet. Um, maar bekijk dan ook eventjes ja, de e-mail-ontvangstbevestiging. Ja, ziet dat er lekker uit? Oh, misschien moeten we dat ook nog aanpassen. Uh, dus, enerzijds, ja, bekijk het vanaf je eigen proces. Anderzijds bekijk het vanaf de kandidaatkant en uh, in een kandidatenmarkt waar we nu weer in zitten met schaarste, uh, laat wat mij betreft een soepel kandidaatproces uh, voorrang geven boven uh, je eigen interne uh, wensen. Als je nou bezig bent met zo'n recruitmentproces, rec 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 ik kan ook voorstellen natuurlijk dat, dat leveranciers daar natuurlijk ook uh, weer kennis van hebben en hun visie op kunnen geven inderdaad. Anderzijds kan ik me ook voorstellen als je het zelf nog niet weet. Dat het ook lastig praten valt, omdat je eigenlijk nou niet, als je zelf niet weet hoe je proces wilt gaan inrichten, of, of, of dat je dan misschien weer te vroeg praat met, 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 met leveranciers. Kun je daar uh, ons een weg in, in leiden? Maak het in ieder geval eerst voor jezelf duidelijk um, en laat de leverancier daar feedback op geven. Als je zelf zegt: ja, Ik heb per definitie altijd een eerste gesprek, een telefonisch interview en uh, an een assessment. Uh, en daarna pas de volgende stap hè? laat de leverancier daar dan uh, antwoord op geven uh, weet heel goed wat je vraagt aan leverancier anders dan uh, verkoopt hij je wat en dan demonstreert hij iets prachtigs en denk je oh dat, dat wil ik hebben de nee, next shiny thing um, en dan denk je achteraf hey dat past toch eigenlijk net niet ja. dus eerst zelf uh, duidelijk maken wat je wil weten en dan uh, een goede leverancier geeft daar feedback op en geeft daar ook zijn meningen op um, als je da en dat recruitmentproces, dat, dat, recr dat, recr proces, hè, dat mijn, de vorige keer noem je het ook flow, hè, zit daarin inderdaad, is dat dan, en in hoeverre zit dat vast in een systeem? inderdaad kan mensen ook wel zeggen, ja ik, ik kan wel een jaar vooruit kijken, maar ja volgend jaar uh, gaan we misschien wel vestigingen in het buitenland openen, of is die markt zo moeilijk dat we een stap eruit willen gaan halen. Uh, <tus> zijn zijn systemen zo flexibel, of is het ook wel iets dat je dan, uh, ...komen er bij zo meteen het onderwerp wens en eisen ook echt moet meenemen in je eispakket... ...dat je zegt, van ja, maar ik wil gewoon heel makkelijk dat proces kunnen aanpassen... ...als wij over een jaar of twee jaar wel met het systeem blijven werken... ...maar dat de, de, de omstandigheden veranderen. De vraag stellen is de vraag beantwoorden. Wat kun je zelf, uh, nou, wat is je scope? Wil ik alles overhoop gooien of uh, alleen maar een klein deel? Um, wat mij betreft zijn, zijn goede systemen die zijn in een bepaalde mate configureerbaar... Ja, dus je moet een aantal kleine stapjes kunnen aanpassen. Um, maar als je te veel uh, configuratie nodig hebt, ja, dat is gewoon heel duur. Ja. Ja, dus kijk ook zelf naar waar, durf ik, uh, waar wil ik op consolideren. Waar wil ik mezelf op uh, um, schikken op mijn systeem. Ja. Het is ook heel belangrijk om goed te kijken wat je, wat je eisen en, en wensen zijn. Hè? Waarbij nou, ja. eisen, is maar echt net als harde criteria in een vacature tekst. Heb je of heb je niet, een soort... Uh, No go. Hoe, hoe zit jij daarin? Wat, wat adviseer jij uh, organisaties? Wat ik heel vaak zie is dat er projecten worden gestart uh, voor ne, de keuze van een nieuw systeem, in ons geval een, een, een HTS of een werkerbijzuid. Uh, dat iedereen levert al zijn um, requirements in uh, en die zijn soms ook gewoon strijdig. De ene zegt het moet er heel mooi uitzien en de ander zegt van uh, maakt me niet zo uit hoe het eruit ziet als het maar de hiring manager maar um, Simpel erin kan werken en als het maar snel is. Eh... En het is een project, lever het projectmatig op, maar eh, begin het project met eh, ownership. Wie neemt uiteindelijk het ATS in gebruik? Eh, dat is degene die uiteindelijk ook bepaalt eh, wat de prioriteit moet zijn en wanneer het product af is. Eh, en die maakt dus ook keuzes. Dus die moet je ook het mandaat geven om keuzes te maken. Eh, nou, gemiddeld genomen heb je 100 eisen, heb je maar een budget voor 30. En zo simpel is het. Ja. Ja. Ik heb maar een budget voor 30. En degene die die keuze maakt, dat is uh, uh, ja, straks de product-owner, uh, een eigenaar van het systeem. Uh, dat zie ik nog heel vaak misgaan. Dat je inderdaad een, er wordt een project gestart en er is wel een opdrachtgever, uh, maar geen beoogd product-owner. Uh, en dan zie je inderdaad ook dat er uh, succesvolle projecten worden gerund, maar die verdwijnen dan op een gegeven moment. Uh, richting de afronding, uh, is niemand die inderdaad er inderdaad echt verantwoordelijk voor voelt of die keuzes durft te maken als het lastig wordt. Maar is die product owner dan degene die wanneer, pas na die wanneer komt die, wanneer krijgt iemand uh, dat? Kan zijn, het kan zijn dat dat ook de projectleider is, maar uiteindelijk moet er iemand zijn die het systeem eh, um, zegt, ja, het, dit is het systeem wat we, uh, waarvoor ik zeg, dit is goed voor mijn organisatie. Ja. Uh, en die mist heel vaak, uh, mist die. Uh, en dat is ook de frustratie die ik hoor van leveranciers. Ze zeggen: Ja, dat is een goede projectmanager. Uh, ja, die, ja, die vertelt me allemaal, die, die stuurt me op budgetten, die stuurt me op functionaliteit. Um, maar als er dan uiteindelijk een businesskeuze moet worden gemaakt: gaan wij wel of niet een bepaalde module configureren en hoe? Uh, dan is er niemand om daar uh, een keuze over te maken. En dat is die product owner waar ik het over heb. Die, uh, uh, dat kan projectmanager zijn. Um, liever nog uh, is dat iemand die echt. Uit de business komt, dus recruitment manager of een, een senior recruiter uh, met bepaalde systeemkennis. Is het dan soms ook de, de zogenaamde superuser? Uh, dat, dat, dat kan. Ja, ja. dat kan. Ja. In kleinere organisaties uh, is dat vaak één persoon. In grotere organisaties heb je een superuser, iets, iets meer een techneut. Ja. En is de product owner eens meer een, een business iemand? Ja. Uh, en dat is soms in kleine organisaties dat de, 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 de eigenaar van het bureau of uh, de HR manager. Ja. Of in dit geval de record die het meest mee heeft. En daar het uh, eerste aanschrijfpunt is dus ook ja. voor, de, voor, de, voor de leverancieren in, uh, in zoverre. En volgens mij, wat je ook kan doen bij, bij, die, bij die eisen, daar hebben ze ook voor wensen, dat je ook prioriteiten eraan toe kan kennen. Hè? Dat, uh, dat je zegt, iets krijgt dan vijf punten, of drie punten of één punt. Ja. Hè? Als, het, als het heeft om zo de, de gewicht te geven aan bepaalde zaken. Dat niet al die, het net over die honderd zaken die je wil. Dat ze niet alle honderd waarschijnlijk even belangrijk zijn. En dat je het eerste misschien van tevoren goed afstemt met elkaar. Wat, wat, wat is nou het meest belangrijk? om nou ja, later ja. makkelijker die keuze, die keuze te kunnen, te kunnen maken. Helemaal ja, mee eens. Um, maar wens is natuurlijk best wel vaag. Ja. Is wens dan ook iets meer eens wat gericht is op de toekomst? Omdat je misschien niet weet van, nou, we willen misschien een traineeprogramma doen of iets met campus recruitment over twee of drie jaar. Dus dat is een wens dat het systeem het heeft. Ja. Uh, nou Meestal zijn er veel te veel wensen die ook als eis geformuleerd worden. Ja, dus wat ik zei, je begint met 100 dingen en worden, op een gegeven moment worden er dan 40 naar eisen, maar we hebben maar budget voor 30. Ja. Um, dus ik heb eigenlijk nog niet zo heel vaak meegemaakt dat, dat, um, nou, dat het lukt om inderdaad ook uh, goed te kopen. Um, wensen, uh, wat mij betreft, moet er ook als je met iets nieuws komt, moet het ook nieuw voelen. Ja. Uh, dus er mag, wat mij betreft, uh, en, en dat vraag ik ook altijd aan zowel een, een opdrachtgever als aan een leverancier. En, uh, ja, wat, wat zou je er nou echt gaaf vinden? Waar wil je een keer mee experimenteren? Ja, soms is dat uh, een bepaalde functionaliteit, video solliciteren. Ja, dat vind ik echt gaaf. We hebben het niet per se nodig, maar ik wil er een keer mee experimenteren. Nou, dat mag ook, wat mij betreft. Ja, laten we ook uh, een bepaald budget opnemen voor uh, innovatie. Ja. Gewoon omdat het kan. Ja. Uh, en dan maakt, dat maakt het ook leuk. En dan zie je ook dat de energie dan terugkomt als mensen. En, en dan is, ineens is er. Oh, dat is wel interessant. Ja, laten we ook innovatiebudget uh, uh, opnemen. En dan krijg je een beetje meer speelruimte. Ja. Dus ook mijn advies aan zowel opdrachtgevers als leveranciers. Um, kijk ook naar een, een, een killer feature. Iets wat niet per se nodig is, maar wel heel leuk is. En uh, wat net extra is en wat de concurrent niet heeft. Ja. Wat zijn jouw ervaringen als het gaat om implementatie gelijk van de modules en de, de full suite, zeg maar, de full suite. Of zeg je van nou, je kan vaak beter, afhankelijk natuurlijk misschien hoeveel ervaring een organisatie heeft met een systeem. Dat je van begin nou inderdaad met misschien met 10, 15 modules. En dat je dan zegt van als dat helemaal dat goed is geïmplementeerd en het werkt, mensen werken ermee. Zet dan eens een module aan. Of zeg je, ja. Nou ja, ga gewoon gelijk vol. Laat gewoon zien uh, wat voor moois je hebt uh, onder die motorkap. Wat je steeds vaker ziet bij systeemontwikkeling Agile Scrum wordt dat dan ontwikkeld. Dan zie je de term MVP minimum viable product. Ja. Uh, dat is vaak een technische term nou, dat iets technisch werkt. Uh, ik heb daar tegenwoordig in projecten ja, definieer ik een MVP. Ja, dit is wat het technisch zou kunnen. En dan definieer ik in de loop van het project op een gegeven moment een, een lanceringsversie. Ik zeg van, ja, als je alleen maar iets technisch implementeert, zonde, kijk naar een lanceringsversie. Ja, maar ook de organisatie eh, wat net ietsje meer kan. Um, maar maak altijd keuzes. Ja. Ga niet zitten bedenken dat je ineens alles wil implementeren, want dan, dan krijg je het nooit van de grond. Dan krijg je een aantal uh, van die megaprojecten die uiteindelijk nooit afkomen. Dus begin met drie, vier modules. Um, maar let op dat de keuze voor een ATS, ja, dat wordt bijna altijd gedaan als one-off project. Mm -hmm. Vervolgens uh, wordt het opgeleverd en wordt het opgedoekt. Uh, het is continue ontwikkeling. Ja. De markt is in ontwikkeling, je site is in ontwikkeling, je recruitmentproces is in ontwikkeling. Uh, een jaar geleden had niemand kunnen bedenken dat we al zo'n schaarse markt zouden hebben. En dus ook als je nu budget gaat reserveren voor een nieuw ATS, reserveer projectbudget, maar bedenk je ook alvast continu door ontwikkeling. Ja, nou eigenlijk Marten, moeten we dan misschien het woordje project niet meer gebruiken, want daar zit natuurlijk een soort einde aan. Ja. Dus eigenlijk zou je iets moeten verzinnen, waarin je zegt van ja, maar we zijn continu, we hebben continu budget om budget, ja. te innoveren, misschien ook inderdaad. Uh, 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 ik ik vergelijk het ook wel eens met, uh, met het kopen van een huis. Hè. Als je een huis gaat kopen ben je heel druk met de hypotheek en dan is het een uh, hot topic en ben je er heel druk mee bezig. Maar zodra je die handtekening hebt gezet, is het iets, weet je, dan, is het, dan is het, ja. valt het helemaal van je af en daar ben je niet meer mee bezig. En ik Zo gaat het volgens mij ook wel met syste recruitment systemen. De keuzes gemaakt en daar wordt er soms na jaren. Uh, uh, ...niet meer naar en Ja, eens. En dan is de vraag, hoeveel budget reserveer je voor, het, uh, voor de gordijnen en de plintjes? Ja, van die restdingen. Ja, ja. Um, ja, dat hangt er vanaf hoe belangrijk je het is. Ik vindt. Sommige, als jij een designmerk um, bent... Ja, ...dan moeten die plintjes en die gordijnen, die moeten gewoon gedaan zijn. Ja, dus dan, dan moet je extra budget reserveren voor... ...cosmetische onderdelen. Um, ja, als jij een bank bent... Um, ja, die, ...die met... ...mensen werft met, met hoge risicofactoren, neem uh, ja. traders die miljarden uh, omzetten... ...ja, dan moet je ook inderdaad budget reserveren voor screening. Um, maar goed, nogmaals, ja, moet je het een project noemen? Uh, ik, ik denk dat de meeste buyers, de meeste opdrachtgevers die het geld leveren... ...ja, die houden van project. Voor het project, ja, projectmethodes, um, ja. Maar kondig aan dat je inderdaad ook uh, ontwikkelingsbudget uh, ja. nodig hebt. ja. Nou, interessant inderdaad. Uh, uh, ik weet ook niet een ander woord gelijk voor project uh, gebruikt wordt. Je werkgroep wel eens, maar dat klinkt ook zo. Uh... We ja. staan open voor ideeën. Ja, stuur ze maar, uh, stuur ze maar in. Um, laatste, uh, uh, maar voor mij heel belangrijk uh, punt natuurlijk het, 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 het uh, verandermanagement. Ja. Het, het is ergens, afhankelijk van, zeker als je misschien vanaf uh, naar Excel, had je het vorige keer ook over, vanaf daar begint. Uh, je hebt misschien wat, ik ken grote, grotere organisaties waar daarnaast vier, vijf recruiters gewoon twee recruitmentassistenten zijn. die eigenlijk heel veel handmatig uh, werk doen. En, ja. Ja, wat gebeurt er als je dan zo'n recruitment systeem gaat hebben? Um, ja, een, een nieuw systeem is uh, meer dan alleen maar techniek. Je moet het gaan gebruiken. Um, dus ik kijk inderdaad in een project, uh, nogmaals, ik kijk meteen naar ownership. Ja, wie gaat het straks in beheer nemen? Uh, wie ja, zegt, ik ben er trots op, ja. dit is mijn systeem. Um, is dat is dus één, want die, moet inderdaad ook, die is de grootste ambassadeur. Um, die moet ook keuzes maken, dus die moet het ook kunnen uitleggen. Uh, en vervolgens inderdaad, um, ja, een nieuw systeem, een nieuw recruitment systeem zou een feestje moeten zijn. Uh, als je dat dus het gevoel niet hebt, en, en toch komt dat vaak dan weer neer op, ...design en integratie. Dat zijn vaak de twee dingen die, waarvan gebruikers achteraf zeggen... Oh, uh, ...het werkt niet. Dat komt vaak of door design of inderdaad door integratie. Dus let vooral op die twee dingen. Um, en, om, en, en daarna training. Um, ik heb vorige keer gezegd... Uh, ...een systeem wat vier dagen training nodig heeft... Uh, ...is geen goed systeem. Is niet goed nagedacht over usability. Maar training kan ook gebruikt worden om... Niet alleen het systeem te trainen, maar ook om je mensen te trainen. Uh, en dus zo'n soort training zou het dan ook moeten zijn. Ja, Lanceer ja. iets met uh, als, ook als een feestje. Uh, noem het meer uitleg dan training. Ja, en kan ik kan me voorstellen dat het heel belangrijk is om vroegtijdig de betrokken mensen erbij te, te betrekken of daarin mee te nemen. Uh, uh. Dat, dat kan ik me voorstellen dat sommige organisaties dat ze zeggen we gaan veel meer decentraal beleggen. Dus uh, hiring managers moeten opeens heel veel doen met het systeem. Uh, of filialen bijvoorbeeld. Uh, uh, ik kan me voorstellen als je opeens een bericht krijgt vanaf morgen uh, werkt het systeem. en niemand uh, van die filialenhouders, uh, managers, ja. mocht daar iets van vinden. dat je dan waarschijnlijk wat hakken in de zand hebt, uh, hebt zitten. Uh, dat kun je verwachten, ja. ja. Dus daarom, ja, zo'n product owner, die moeten mensen betrekken. Maar ook uh, vaak als je hem inderdaad de rol geeft, ja, jij bent trots op dat systeem en iedereen gaat, komt bij jou terecht bij vragen... dan komt er al vrij snel terug... oh, dan moeten we dus die ook betrekken. Uh, en dan in een project moet je inderdaad bedenken... zitten die in de stuurgroep of geven die hun mandaat. Ja. Um, beide heeft hij voor te zeggen, maar laat, uh, maak wel duidelijk, ik ga, iemand gaat besluiten nemen. Uh, en die besluiten die strekken zich uit tot ja, dit. Um, laat ze niet pas achteraf zeggen... ja, ik had ook besluiten willen nemen... Ja. Ja, ik had ook nog iets willen vinden. Um, en dan uiteindelijk zijn er drie, vier mensen die echt iets moeten besluiten en de rest mag uh, uh, iets vinden, maar uh, op een klein gedeelte of uh, laat die oude besluit nemen. We hebben het net gehad over verandermanagement, we hebben het gehad over de eisen en de wensen en uh, over uh, het proces, het recruitmentproces. Als je nou uh, afsluitend drie concrete tips zou, uh, zou geven voor recruiters en HR-adviseurs die bezig zijn met de selectie van een recruitment systeem. Welke tips zijn dat? Um, nou misschien zelfs gewoon terug tot één. Uh, keep it simple. Uh, Beperk het tot een beperkt aantal requirements. Ja, een nieuw systeem lost niet al je problemen op. Ja, het moet drie dingen echt oplossen. Um, houd het simpel in wie je erbij betrekt. Ja, je moet vertegenwoordigers van de business hebben. Maar ja, niet iedereen kan er iets vinden. Je kan niet iedereen tevreden houden. Dus zorg wel inderdaad dat uh, de belangrijkste stakeholders vertegenwoordigd zijn... En dat zij mandaat hebben. Um, en als laatste, um, ja, maak het leuk, maak het vieren. Het. Uh, als je dat niet kan, uh, ja, dan is je project verkeerd. Dus zorg dat je het wel kan. Dat het iets moois wordt waar iedereen uh, gelukkig voor wordt. Dus de selectie van het moet een recruitment uh, systeem moet een feestje zijn. Jazeker. Nou, het lijkt me een hele mooie afsluiten van deze aflevering van uh, Recruitment Tech Insights. Um, vond je het interessant? Wil uh, je op de hoogte blijven van nieuwe video's van Recruitment Tech TV? Volg ons dan uh, via ons YouTube-kanaal uh, of via Facebook. Uiteraard kun je ook inschrijven voor uh, de e-mail-update van Recruitment Tech. En in de volgende aflevering gaan we verder uh, stilstaan bij de selectie van een recruitment systeem. En onder andere gaan we kijken naar de kosten.